Na twee coronajaren, waarin een vrijwilligersontbijt niet mogelijk was, konden burgemeester Annemie Gerten en wethouders de vrijwilligers in Papendrecht dit jaar weer uitnodigen voor een samenkomst in Grand Café Willards. Ongeveer 90 vrijwilligers van meer dan 30 verschillende organisaties schoven aan voor een heerlijk ontbijt en een goed gesprek. Ik vind dat altijd toch wel heel mooi om te zien. Mensen die zo belangeloos, hè, want dat doet u allemaal, zich inzetten voor de medemens. En de gemeente is daar heel blij mee. Sowieso zijn we blij met u als burgers van onze gemeente, maar ook zich zo belangeloos inzet en zoveel doet voor andere mensen. Want nou ja, daarvoor is deze bedankochtend, dit ontbijt en de mooie woorden die ik ga spreken. Want zonder vrijwilligers, dames en heren, gebeurt er niks in de samenleving. Dan kunnen wij heel veel willen als overheid, maar dan, ja, dan gaat dat niet. Vrijwilligers zijn gewoon, nou ja, ze zeggen wel eens het cement of de smeerolie of wat je ook doet. Ik vind het nog veel belangrijker. Volgens mij zijn ze de bouwstenen van onze samenleving. Want zonder vrijwilligers is er weinig mogelijk. Je kunt niet alles vanuit de overheid regelen. Je kunt niet alles betaald regelen. Je moet echt mensen hebben die dat setje extra willen hebben. Dus ik kan hele mooie verhalen vertellen, maar eigenlijk heeft u zelf de beste verhalen. Zoals u hier zit. Ik ga daar ook een paar tafeltjes af, want ik ben heel benieuwd naar al uw verhalen. Want u bent eigenlijk de ster hier, hè? Dat ben ik niet. U bent de vandaag, vanochtend en eigenlijk het hele jaar. Dus ik zou willen zeggen, laten we vooral ook gezellig met elkaar gaan praten, gezellig met elkaar gaan ontbijten. En ik zou willen vragen een heel hard applaus voor uzelf, want dat heeft u van harte verdiend. Beginnen wij te worden, dat maakt er niet uit. Hoe ervaart u deze ochtend, dit ontbijt? Nou, heel bijzonder eigenlijk. Ik wist niet van het bestaan af. Maar omdat mijn man en ik dit jaar gedecoreerd zijn, hebben wij deze uitnodiging gekregen. En ja, ik vind het heel leuk. En ik weet ook dat de hele samenleving staat of valt met de vrijwilligers. Ik ben nadat ik gestopt ben met mijn zaak, ben ik gelijk als ouderling bevestigd in de Bethlehemkerk. En dat werk doe ik nu al bijna 19 jaar. Eerst als ouderling en nu als pastoraal medewerkster. Dus ik heb een hele grote wijk waar ik dus mensen bezoek. Als ik mensen een plezier mee kan doen en aandacht schenken aan mensen, dat vind ik heel belangrijk. Jullie doen uiteraard vrijwilligerswerk, daarom zit je hier. Maar jullie doen samen hetzelfde vrijwilligerswerk. Wat doen jullie? Nou, niet allemaal hetzelfde, maar wel heel veel. Ja, we doen van alles eigenlijk op de Grote Vaart, de zorginstelling waar onze dochter woont. Ja, van alles doen we, de behangen, verven hebben we er gedaan ooit. En met de kerststukjes maken, zwemmen, mee met zwemmen. Het rijden naar het zwemmen toe. Want omdat met de hopper, het werkt gewoon niet, want die komen eventueel een uur later en dan moeten ze alweer terug. Dus hebben we gezegd van nou, we gaan gewoon een rooster maken. En met z'n allen doen we één keer in de 4 weken hoef je maar te rijden. Dus we stellen ook allemaal niks voor. Je maakt een combinatie van mantelzorg en vrijwilligerswerk op deze manier. Ja, dat klopt. En dat zorgt gewoon elke keer dat er voor je. Ja. Hoe ervaart u deze bijeenkomst? Heel erg leuk en gezellig. Makkelijk contact maken met de mensen die aanwezig zijn. En het grappige is, het is de grijze golf van vrijwilligers die hier zijn. Er zijn natuurlijk nog veel meer vrijwilligers in Papendrecht. Maar hier zijn een beetje de senioren verzameld. Maar wel een hele leuke locatie met een hele gezellige tafels. En mag ik ook aan u vragen wat voor vrijwilligerswerk u doet? Ik doe voor meerdere instellingen ben ik aan besturen verbonden. En daar doe ik al vele jaren vrijwilligerswerk voor. Dus echt, echt lang. Dus, en dat was het Odensehuis. Dat waren scholen. Dat zijn nog steeds repaircafé. En ander welzijnswerk. En u doet en deed heel veel. Ja,
Wat is de drijfveer? Ja, dat is eigenlijk automatisch ontstaan. Ja. Je hebt tijd en gelegenheid vele jaren terug om daar wat aandacht aan te geven. En dan rolt het van het een in het ander. En dan is het ook gewoon leuk om die dingen te doen.